Doetjes. Hoi, ik ga vandaag naar de expositie Storytelling. Het is hier achter, dus laten we gaan. Het ging hier om een gezamenlijk project bestaande uit proppenduizend studenten van media, informatie, communicatie en communicatie. Totaal waren er 26 klassen met 26 verschillende opdrachtgevers uit Amsterdam. Uiteindelijk waren er 100 verhalen en daar hebben de studenten totaal 700 verschillende media- en communicatieproducten van gemaakt. Vandaag werden deze gepresenteerd en tentoongesteld en ik kwam langs. Ik heb de studenten gevraagd wat ze hebben gemaakt, wat ze hebben gedaan en of ze het een beetje leuk vonden. Totaal waren er 4 dagleden en per dagdeel werd er 1 winnaar gekozen. Als opdrachtgever van Talent Factory, dat is een bedrijf dat studenten helpt met het vinden van een stage van baan en bedrijven in contact brengt met studenten. Nou, we hebben voor Young Talent Factory verschillende producten gemaakt om hun middelen effectief op de doelgroep te laten overbrengen. En daarbij hebben we storytelling gebruikt en we hebben daarmee een story ontwikkeld dat gaat over Tom en Julia die zit in een café wat te drinken en die kijken eigenlijk terug op hun carrière met hoe ze aan hun droombaan zijn gekomen. Door de verschillende tools waarbij ze geholpen zijn door Young Talent Factory. Dus daar gaat het eigenlijk over. En we hebben filmpjes gemaakt, posts gemaakt en een evenementenplan en activatie. Iedereen had eigenlijk een andere transmediale strategie, zeg maar. Dat was print en video en een website. En ik heb bijvoorbeeld 2 posters gemaakt. Het leuke is sowieso dat het voor een echte opdrachtgever is, omdat je echt gewoon werkt aan hun social media. Nou, wij hadden als opdrachtgever Freddo en daarmee kan je knutsels kan je dan opslaan in de app. En als je dan bijvoorbeeld je knutsels kwijt bent van je kind of zo, en dan kan je daarmee je knutsels in de app, kan je ze altijd weer terugvinden. En daar hebben we een story voor bedacht en we hebben een hashtag campagne gemaakt, maar je knutsels zijn er nog. En het komt erop neer dat ook al gebeurt er iets, je knutsels van je kind komen altijd terug. En die kan je altijd terugvinden. We hebben dus in ieder geval 2 filmpjes gemaakt. 1 voor Instagram, 1 voor Facebook. En die van Instagram duurt een halve minuut. En die hebben we met een GoPro gefilmd. Dan heb je echt een beetje dat persoonlijke gevoel. Dat willen we benadrukken. En deze is iets langer, duurt een minuut. En dit concept zou je veel breder kunnen maken. Dus je zou ook andere dingen kunnen toepassen. Voor als er iets anders gebeurt, voor een glas koffie eroverheen en zo. En dan zit dus elke keer maar je kunt het zijn. Dat is een beetje ons idee. In het persbericht vertel ik wat de app is en door wie het ontwikkeld is. En daar komt ook weer de hashtag in terug voor. Maar je knutsels zijn er nog. En ik heb ook nog een introductieactie erin verteld over dat de eerste 20 mensen die de hashtag 20 keer gebruiken, die krijgen een abonnement op de wereldtijdschrift. En de eerste 5 mensen die 50 keer de hashtag gebruiken, krijgen een foto van alle knutsels van hun kinderen erin. Oh, wat grappig. Ja, leuk. Hè? Super origineel. Activatie van het dus vertelt. Ja, ook echt een doelgroep inhoud, welke middelen ervoor gebruikt worden. Perslijst. Ja, eigenlijk een beetje alles. Onze opdrachtgever is dus IdeeFix. En IdeeFix is een ideeëncafé. Nou, je kan er wat drinken, maar je kan er ook je ideeën tot werkelijkheid laten komen. We moesten daar een verhaal voor bedenken. En we hebben eigenlijk bedacht dat bepaalde voorwerpen, bepaalde dieren, dingen je op een bepaalde manier achtervolgen, waardoor je bij IdeeFix belandt. Zo hebben we een filmpje gemaakt van een hondje. Een hondje die bij een man met een kantoorbaan altijd naast het raam stond. En dan stond hij weer tegenover de straat. Hij was niet in binnen handbereik. Het was die man die zat in een soort sleur met zijn werk. En op een duur verbreekt hij dat en gaat hij het hondje achtervolgen. En dan blijkt hij naar IdeeFix geleid te worden. En uiteindelijk blijkt het hondje dan ook het idee te zijn. Die hij altijd afstoten en nu omarmt in dat ideecafé. Het hebben we ook gedaan met een viltje, een bierviltje. Dat is dit viltje, zo'n viltje. Daar maken ze heel veel gebruik van bij IdeeFix om je ideeën op te schrijven enzovoort. Daar hebben we ook een filmpje over gemaakt. De winnaar is geworden. IdeeFix. Alsjeblieft,
van harte gefeliciteerd. En dan was dit het einde van de video. Er staan nog twee video's klaar om door te klikken. De ene is de Social Reporter Borrel van vorige week. En de andere video gaat over wat het HVA doet voor vluchtelingenstudenten. Toedels!